Een wedstrijd om des keizers baard. Beide ploegen zijn wel een beetje uitgevoetbald. VVV kansloos. Na een slechte serie van 1 punt uit de laatste 4 wedstrijden voor eventueel nog de play-offs. En Telstar bevindt zich ook in een wat lager gelegen deel van niemandsland. Hier is de eerste kans voor VVV. Kopballetje dat overgaat. Het duurt even voordat deze wedstrijd op gang komt. Terwijl ze aftasten in het eerste kwart van de wedstrijd. Telstar vorige week een hele knappe overwinning bij Excelsior. Onverwacht, hoopte daar een vervolg aan te kunnen geven. Maar hier komt het op achterstand. Als de bal van het scheenbeen afkomt van Blackson, ziet de bal ook laat komen. En Sven Braken is zelfs de kippen bij om VVV op voorsprong te zetten. Ongelukkig moment natuurlijk van de verdediger van Telstar. En VVV leidt. Die toch hoopte snel terug te keren in de Eredivisie. Maar dat gaat dus in ieder geval 1 seizoen langer op zich laten wachten. Rasrak. En daar is het kansje voor Schrooien. Goed uit de goal komen van El Ouazane. En vervolgens het schot van Pacionik geblokt door Aktas. Dus Luhukay. Vorige week was hij ziek. Zag hij niet dat zijn ploeg hij kan zelfs verloren van NAC. Hier voetbalt het toch best wel aardig zo af en toe. Schrooien weer. Bal van richting veranderd. Gaat rakelings naast. Telstar is natuurlijk ook een ploeg die graag op de aanval speelt. En dat gaat na zo'n 35 minuten beter lopen. Woering Blackson haalt de achterlijn. En dan is dit heel zwak verdedigd. Dan komt er een tweetal kansen. Maar beide keren wordt het schot geblokt. Giovanni in eerste instantie. Kruiver kreeg deel 2 van de kans. Maar een doelpunt levert het niet op. Vervolgens weer Telstar. Giovanni, bal naar buiten. Blackson. Geen dubbele dekking. Voorzet komt terecht bij de tweede paal. En daar is opnieuw Kruiver. Twee momenten kort na elkaar. Vrije trap van Van Doorn. Bal blijft herhangen. Hens wordt er geclaimd. Dan leidt dat uiteindelijk tot het schot van Ozan Kutsu. Geweldige uithaal. De redding van Van Krooij mag er ook zijn. De hoekschop die staat. En Blackson. Bijna maakt hij zijn fout goed, maar weer is het Van Krooij die redding brengt. En zo is het een aardig slotoffensief van de eerste helft voor Telstar. Tweede helft, El Azrak. Aardige bewegingen, Schrooien zoekt naar de ruimte om voor te geven. Die vindt die ruimte ook en vindt dan Braken. Die had hier de tweede op zijn hoofd. Of misschien wel op zijn voet moeten hebben, maar het werd uiteindelijk van beide niets. Balverlies van Overtoom. Jonsson gaat goed door. Schrooien. En daar is Braken. Fijn uitgespeeld. Zijn tweede van de wedstrijd. En VVV, dat slechts 1 keer scoorde in de laatste 4 wedstrijden, maakte nu al 2. Het was ook wel verwacht dat dit een eventueel doelpuntrijke wedstrijd zou worden. Beide ploegen spelen graag op de aanval. En geven dus ook wel de nodige ruimte weg. Dat is een mooie combinatie. Jansen. Schot tegengehouden door El Ouazane en vervolgens tweede kans voor Schrooien. Sterke fase, eerste kwartier, tweede helft voor VVV. Telstar vraagt om moeilijkheden, krijgt hij ook. Braken is het. Hij maakt een hattrick. Geen zuivere, 1 voor, 2 na rust. Maar die tellen net zo goed. En VVV op 3-0. En wat loopt hij daar heel makkelijk vandaan. Bij 3 verdedigers van Telstar. Jansen, combinatie met Braken en de redding van Dornbusch. Die net is ingevallen omdat El Ouazane geblesseerd moest afhaken. Kwartier nog te spelen. Hoekschop Telstar. En Aktas doet in ieder geval wat terug voor de Witte Leeuwen. Komt daar veel hoger dan de verdedigers. Niemand dekt de eerste paal. 3-1. En Telstar, dat toch ook best wel wat kansen kreeg in de wedstrijd, geloofde dan toch wel in. We zitten nog even aan voor een slotoffensief. El Azrak wordt hier afgetroefd op het middenveld. Het is kluitjesvoetbal. Wie vindt de ruimte? De ruimte wordt gevonden door Van Doorn. En daar is Plet. Loopt weg uit de dekking. En die zorgt voor 3-2. Kleino Plet, de aanvoerder. Hij gaat nog een jaartje bijtekenen. Al is hij 35 en hij bewijst opnieuw zijn waarde. Het leidt uiteindelijk niet tot een gelijkspel en een puntje nog voor Telstar. 3-2 Braken, de matchwinnaar met een hattrick.